Orange Line Charlon Kloof was in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije de man of the match. Maar viel een interland later geblesseerd uit. Nu is hij thuis in Amsterdam hard aan het werk om weer sterker terug te komen. Charlon, hoe gaat het met je? Ja, steeds beter. Steeds beter. Grootste klap was mentaal. Dat ik zag... Of ik doe heel hard mijn best om goed voor mijn lichaam te zorgen. En dan zo'n blessure te krijgen. Vraag je af waarom, hoe. En wanneer de antwoorden zijn van... Ja, er is niet echt een specifieke reden. Of het is niet omdat je niet goed hebt getraind of whatever. Dan, ja, dan zit je echt even in no man's land. Maar nu operatie voorbij, gepraat met de chirurg, met mijn fysiotrainers en alles gaat de goede kant op. Ja, dan gaat het weer steeds beter en beter. Want je hebt je dijbeen afgescheurd. Hoe sta je er nu mee? Nou, qua mobiliteit kreeg ik elke week kreeg ik een beetje meer mobiliteit in mijn heup. Het is een lastige spier omdat het je heup en je knie, mag ik zeggen, controlt. Wanneer het steeds beter gaat, krijg je dan soms een beetje te veel zelfvertrouwen. En dan wanneer je iets probeert, dan zie je van, ik ben nog niet ready voor die stap. Maar het gaat wel echt beter, dus klagen kan ik niet. Onder leiding van de nieuwe bondscoach Buscalia zetten de Orange Lions door een overwinning in en tegen Turkije een goede stap in de richting van Eurobasket 2021. De manier van werken van de nieuwe Italiaanse bondscoach bevalt Kloof wel. Ik vond het heel goed gemanaged door de coach. We kregen heel veel nieuwe informatie. Nieuwe plays, manier van aanvallen, manier van verdedigen. Er zijn een aantal nieuwe spelers erbij. Ondanks dat heeft hij ervoor gezorgd dat met de nieuwe regels, whenever there's a problem, speel naar je krachten en speel met overtuiging. En ik denk dat heeft ons de zelfvertrouwen gegeven in zijn systeem en to really buy into it. En ik denk daardoor konden we die overwinning inbrengen, omdat er was geen twijfel in onze acties, in wat we konden doen. Everybody stuck to what they do best. Wat ga je na de zomer doen? Ga je weer verder bij de club waar je nu speelt? Of? Nou, ze hebben wel gezegd dat ze aan een deal willen werken. Maar ja, nu met die crisis is alles echt even on hold. Om te kijken. Turkije is veel later gestopt dan veel van de andere competities. En als ik het goed heb tot nu, is het nog niet eens definitief als het seizoen is gestopt. Dus we moeten even kijken wanneer het seizoen precies stopt en wanneer het komend seizoen dan begint. Dus het is nog even kijken wat gebeurt. Maar ja, qua de topcompetitie Spanje-Turkije heb ik wel interesse gekregen van andere teams. Dus ja, het is even kijken wie de beste offer heeft en wie mij in de beste positie zet om succesvol te zijn. Zou je verder willen bij de club waar je nu zit? Om als voor? Of? Ja, dat graag. Toen mijn blessure is gebeurd, natuurlijk de eerste reacties waren, hey, kom terug naar Turkije, alles doen we wel hier. Nou, de dokter van hier en fysio's van Fysio Lab, zij waren heel ingrijpend en hebben gezegd van, laten we even hier de MRI-scan doen
En toen het resultaat was dat ik voor de rest van het seizoen niet kon spelen. Nou, daar was er geen haast om naar Turkije te gaan. En toen ze dat dan definitief wisten, nou, dan was het heel veel berichten van, hey, succes met de operatie. Hey, hoe voel je? En zelfs na de operatie kreeg ik nog berichten van de coaches, van de spelers. Dus ja, het is een... Het voelt goed. Ja, het voelt goed, voelt thuis. Dus ja, ik heb geen klachten van. Jij zit nu hier in Amsterdam in een, nou ja, nog een beetje kalend appartement. een beetje uitgepakt worden. Ja, normaal gesproken ben je helemaal niet zoveel in Nederland. Wat doe je nu hier? Nou, ik heb wel veel familie in Nederland. Voor de crisis, voor de limitations van contact, had ik waren mijn broers vaak hier, tantes, nichten en zo. Dus echt de familie die ik niet zo vaak zie, zie ik dan nu wel veel meer. Ik doe mijn best om gitaar te spelen. Ben er niet goed in. Ik kan nog geen lied spelen, maar een paar akkoords kan ik wel spelen. En ja, elke morgen doe ik wel een beetje wat. Maar het is niet zo doelgericht. Het is meer voor ontspanning wat ik doe. Mm-hmm. Deed het eerst elke ochtend, nu wat minder. Mediteer ik ook. Ja, mijn sportpsycholoog Bram heeft dat geadviseerd en ik moet zeggen, ik doe het al 3 jaar, 4 jaar. En dat helpt me ook om te dealen met het thuisblijven, blessure, mijn dochter niet zien en zo. Ja, dat zijn een paar dingen die ik random doe. Ja. Mm-hmm. Ja. Zo kom je de tijd een beetje door hier. Ja, klopt. Oké. Okay. Om te horen.